snap niks van dit soort dingen. Nou, het is simpel, ja? Gewoon op je autoradio, ja? Hier. 100 MHz, ja? Er zit niks. Nou stel ik dit hier af. Ook op 100 MHz. Dan leg ik hem binnen ergens neer. Dan geloof je me. Waar ligt hem nu? Zit jij je autoradio naar beneden? Dank u. Het is erg sympathiek van uw blad om zoveel aandacht aan onze actie te besteden. Heel graag gedaan, meneer de Valk. Wij vinden uw actie erg sympathiek, dus. Nou, wij mogen de kinderen in Rusland niet aan hun lot overlaten. Denkt u dat u het redt? 20 miljoen binnenhalen op één avond? Ja, daarom ben ik ook zo ingenomen met de steun van uw kwaliteitsblad. Alleen, er is een klein stekeligheidje dat ik niet helemaal begrijp. Nee, niet naar binnen. Meneer de Valk zitten. Ja, maar dat enorme haast. Sorry. Kitty van Doorn. Hallo. De Valk. Kitty van Doorn. Meneer de Valk is erg onaangenaam getroffen over dat kadertje dat jij over hem geschreven hebt. Ik heb alleen maar wat feiten verzameld. Merkwaardige insinuaties. Daar houden wij ons bij de Ster niet mee bezig. Alles wat ik heb geschreven is waar. Sjoerd de Valk, de man van 20 miljoen voor Rusland, heeft zelf ook enkele miljoenen op zijn bankrekening staan. Een fortuin dat hij volgens eigen zeggen gemaakt heeft met zakelijke transacties tijdens de 8 jaren dat hij in Zuid-Amerika verbleef. Minder openhartig is hij echter over de aard van de zaken die hij daar deed. Ja. Het is toch pure riooljournalistiek? Het is gewoon waar. Het roept allerlei suggesties op... Die nergens op berusten. Oh nee, niemand heeft hem ooit zaken zien doen daar. Om te beginnen wil ik dat jij je excuses aanbiedt. Nooit. Dat had voor mij. Nou, duidelijk of niet? Absoluut, ja. Maar dat ligt dan ook wel onder sneus. Waar? In zijn postbakje. Ga dan maar gauw dat postbakje leven. Okay. Nou, tot ziens. Morgen. U ziet, we doen er alles aan om er een succes van te maken. En nogmaals mijn excuses voor het incidentje. Tot ziens. Ja? Tot ziens. Tot ziens. Jouw contract als leerling loopt binnenkort af. Ik ben niet van plan om het te verlengen. Bravo, Herman. Zeer subtiel. Zo gevoelig ook, hè? Alles. Binnen 10 meter van dit ding kun je gegarandeerd verstaan. Tot op 5 kilometer afstand. Easy. Je sluit hem aan op je autoradio en klaar ben je. Nou, normaal zijn die dingen 250 gulden, hè? Mm-hmm. Maar voor jou? 150. Wat? 100. Goedemorgen. Hi. Hi. Hoe was het? Waanzinnig. Hier. Ik heb er voor jou ook een. Op. Alsjeblieft. Bedankt. En vooral het derde nummer is volgens mij speciaal voor jou geschreven. Heavenly Body Lay Down. Marlies. Dat is te gek gewoon. Dat nummer? Nee, jij Marlies. Natuurlijk. Zou je deze meneer even te woord willen staan? Dag meneer. Wie heeft dit geschreven? Die is er even niet, maar misschien kan ik helpen. Die man ken ik. Dat is de Valk. Sjoerd de Valk. Landverrader eerste klas, mevrouw. Ja, maar eerst even uw naam precies. Bruinsma, Karel, AAT. Aan- en afroeproepen. Toen der tijd, in Nederlands-Indië, van juni 1947 tot september 1949.
U heeft het over Indonesië? Nederlands-Indië. En daar zat hij ook. Pieter Valk, in Batavia. Tana Tinggi. Zo heette het kampement waar we toen lagen met de AAT. Hier. Minder openhartig is hij over de aard van de zaken die hij daar deed. Ja, inderdaad, dat klopt, ja. Maar die zaken deed hij niet in Latijns-Amerika, maar in ons eigen Nederlands-Indië. En weet u hoe? Nee. Hij verkocht onze wapens aan Sukarno en zijn handlangers. De nationalisten? Ja. Als ze je te pakken kregen, dan sneden ze in mootjes. En ik heb de bewijzen thuis. De bewijzen waarvan? Dat die vrachtwagens vol wapens verkocht aan die poloppers. Het geld waar hij nu in zwemt, dat heeft hij daar bij elkaar geratsoid. Hier, dat mooie landhuis van hem, dat staat op de lijken van onze jongens. Ja, het is verschrikkelijk, maar het was gewoon het werk. Zo gaan die dingen nou eenmaal. Ik ben het wel gewend. Eerst de ster, dan pas ik. Het was niet mijn bedoeling, echt. Ik was van plan. Nee, Berend. Wat nee? Het wordt nooit iets tussen ons. Waarom niet? Mijn moeder zei altijd, trouw nooit met een journalist. Maar wie heeft het over trouwen? Wat wil je dan? Ik vind het gewoon prettig om bij je te zijn. Ik heb iets versierd. Ik heb 2 kaartjes voor. Jij naar de opera? Ja. Ik doe wel oerpop in. Ik zou wel gek zijn. Waarom? Om verliefd te worden op weer een journalist. Eén telefoontje. Hé, hey Berend. Ik zit hier met een man. En ik weet niet goed wat ik met hem aan moet. Ja, een beetje verknipt. Hij zegt dat Sjoerd de Valk destijds in Indonesië nogal rare dingen heeft uitgehaald. Daar zou hij zo rijk geworden zijn. Dat vraag ik hem wel. Meneer Brensma, mijn collega en ik zouden graag eens verder met u praten. Morgenochtend, kan dat? Meneer Bruinsma, laten we dat verhaal van u nog eens doornemen. Het spijt me, maar ik moet gisteren wel een vreemde indruk gemaakt hebben, niet? Oh, dat viel wel mee, hoor. Door al dat gedoe was ik mijn medicijnen vergeten. Als ik het goed begrepen heb, was u van 1947 tot 1949 als militair in Indonesië. Nederlands-Indië. AAT, 4e Compagnie, Batavia. Soldaat. OVWR, oorlogsvrijwilliger. En in Batavia heeft u toen de Valk voor het eerst leren kennen? Ja. Hij was daar sergeant Fourier. Ik heb daar nog een foto van. Nou, dat kan straks wel. Wat ik eerst even wil weten is waarom u Sjoerd de Valk een landverrader noemt. Omdat hij een landverrader is. Om er zelf beter van te worden. Maar wat heeft hij dan gedaan? Onze wapens verkocht aan de... De nationalisten. Ja, nou, als u ze zo wenst noemen. Ik was erbij. En dan nog iemand, korporaal Schipper. En dan hij dus. Wij met z'n drieën. Ik was chauffeur van een 3-tonner. Bekend. Ik heb foto's van zo'n. Goed. We moesten bij hem komen. Speciale opdracht, zei hij. Klein konvooi. Mondje dicht. De avond ervoor hebben we geladen, de hele wagen vol. Ik wou dat het toen allemaal opgeschreven had. Maar in ieder geval, kisten vol munitie. En veel vuurwapens. Spiksplinternieuw. Nog in het vet. Oh ja, vooral 2-inch mortieren. Ja? De volgende middag, om 2:30, vertrokken we. Korporaal en de Valk in de jeep. En ik met die 3-tonnen, die volgde u weet wel. Wanneer was dat? 15 augustus 1948. Goed, toen het donker begon te worden, moesten we stoppen voor een plopper. Die aan de kant van de weg kennelijk op ons stond te wachten. Een en al knipmes voor die, de Valk. Toen aan voor, toen aan na. De korporaal moest eruit, moest naast me zitten. En die pelopper ging naast de Valk zitten in de jeep.
Wilt u nog een kopje? Nee hoor, nee dank u. Mijn vrouw is een tijdje de deur uit. Geeft u eens ongelijk. Neem de koffie, was heerlijk hoor. Wacht even, die Indonesiër ging naast de valk in die jeep zitten. Precies, want toen gingen we van de grote weg af, in het pikken donker door de boesboes, naar een kampong. Ik ben er later nog geweest, ik heb het opgezocht. En volgens mij is het waarschijnlijk Chija Haja. Het is in ieder geval ver buiten ons gebied. Chija Haja, dat denk ik ook. En daar stond de hele bevolking te wachten op ons. In een mum van tijd was mijn wagen gelost. En al die spullen verdwenen in die huisjes. Waarom heeft u hem toen eigenlijk niet aangegeven? Dat zijn Johnny vaders, hè? Ik bedoel, je was heel erg op elkaar aangewezen. En als je je eigen sergeant erbij lapte, dan had je geen leven meer. Je had er zelf maar eens gezeten. En u bent er zelf niet wijzer van geworden? Niet op die manier, nee. Ja, natuurlijk schoof je me wel eens wat toe. Ik bedoel, andere jongens ook. We leefden er goed van. Maar die wapentoestanden, dat zat me zo dwars. Dat is hem. Meneer de Valk in 1948. Dat bent u? Nee. Dat was mijn slaapie. Klaas Dekker. Die is een paar weken daarna bij een aanslag omgekomen in hetzelfde gebied. En hij was niet de enige. Een spanning die nog toenam toen aan het einde van het jaar de regering opnieuw overging tot een gewapende actie, welke tot doel had het pad te effenen voor een oplossing. Reden tot juichen was er allerminst. Er was alleen de ernst van een probleem dat wij hadden te ontwarren en waarvoor we voor generaties lang de lijn hadden uit te stippelen. Het spijt me, maar dit is zo'n beetje alles wat we bij oorlogsdocumentatie over de AAT in Indonesië hebben. Ja. Erg overweldigend is het niet, hè? De journalisten waren toen al niet zo kritisch als tegenwoordig. Ze zaten er voornamelijk om het thuisfront gerust te stellen. Wat zoekt de ster eigenlijk precies? Zijn er gevallen bekend van Nederlandse militairen die hun wapens verkochten aan de nationalisten? Het was oorlog, al zou je dat zo niet zeggen. Er zitten altijd wel een paar rotte appels in de mand, zeker in oorlogstijd. Heeft u een bepaald geval op het oog? Ja. Weet u misschien of de plaats Chija Haja, dat is op Java, in de zomer van 48 in handen was van de nationalisten? Hier kunt u het beste mee beginnen. Dan zal het waarschijnlijk wel instaan. Dat is het NIB. Officiële bescheiden van de Nederlands-Indonesische betrekkingen. Kijk eens. Dankjewel, schoonheid. Gaan we staken? Nee, kijken of er ergens anders nog leuke banen zijn. Je moet je niet gek laten maken door die man. Die de Valk heeft dus echt nooit gewerkt in Zuid-Amerika. Dat weet ik. Je kent toevallig wat vluchtelingen, snap je? Die hebben me dat verteld. Trek het je niet aan. Van mij kan die barsten, die van Rozenburg. Die man die weet niet beter. Echt. Hallo. Hey. Oh ja, graag. Dank je wel. En kan je hem hier zien? Nee, dit is maar goed ook, want hij was druk bezig met het troosten van jonge dames. En ben je nog wat aan de weet gekomen? Ik weet inmiddels alles over onze jongens. Over de politionele acties, over het verdrag van Dinga Jati, maar niets over verdwenen wapenzendingen. Ik hoop niet. Maar volgens mij is het wel waar wat die man zegt. We hebben bewijzen nodig. Oh. Nou, misschien zijn die er wel helemaal niet meer na zoveel jaar. Dus? Geen cover story. Of we moeten de Valk recht op de man afvragen. Weet er nog zo'n Koen Haas van? Thank you.
Goedendag, Berend van Zuiden van de Ster. Meneer de Valk verwacht u al. Komt u binnen. Zal ik uw jas aannemen? Ja, graag. Die kant op. Goedenavond. Ah, meneer van Zuiden. Hoe maakt u? Gaat u zitten, maakt het u gemakkelijk. Ja. Koffie? Nee, dank u. Misschien iets anders? Echt niet. Ik heb deze week uw hoofdredacteur ontmoet. Rosenburg. Aardige man. Ik wilde hem persoonlijk complimenteren met de sympathieke aandacht van de Ster voor onze actie. En u begrijpt, hoe meer aandacht, hoe meer opbrengst. En hoe beter voor de kinderen in Rusland. En wat kan ik voor u doen? Ons is bepaalde informatie toegespeeld. Waarover? Over u, persoonlijk. Huh. Wat voor informatie? Vraag u gerust, ik heb niks te verbergen. U heeft vroeger in Indonesië gevochten. Nou, gevochten, nee. Ik was sergeant Fourier. Een rustige baantje kun je je niet voorstellen. Bij welk onderdeel zat u? AAT, aan- en afvoertroepen. Hoewel, afvoeren was er nauwelijks bij. Nee, we lagen in Batavia via de compagnie, als ik het nou heb. Oh, dat was een mooie tijd, ondanks de oorlog natuurlijk. Jongens onder elkaar. Die saamhorigheid kom je later nooit meer tegen. Zo'n Fourier, waar is hij nou verantwoordelijk voor? Nou, voor alles wat de jongens nodig hadden. Ook een munitie. Ook dat, ja. Had u daar nou grote voorraden van? Ja, meestal wel. Maar waarvoor wilt u dat allemaal weten? Er wordt beweerd dat u misbruik zou hebben gemaakt van uw functie. Zo. En hoe dan wel? Door wapens en munitie te verkopen aan de andere kant, aan de nationalisten. Zo, dat is een ernstige beschuldiging, meneer Van Zuiden. Dat zou neerkomen op landvaart. Die leveranties zouden de basis hebben gevormd van uw huidige fortuin. Hoe komt u aan die wijsheid? Ja, het wordt beweerd. Rijkdom wekt afgunst. Nou ja, daar ben ik wel aan gewend. Maar dit is toch wel heel erg zorgelijk, meneer Van Zuiden. Ja, niet dat ik niet de feiten zou kunnen weerleggen. Maar het tijdstip is nogal ongelukkig. Waarom zo'n aantijging juist op het moment van onze actie? En waarom niet een paar maanden eerder of wat later? Het moet iemand zijn die nog steeds doortrokken is van haat. Jegens alles wat Russisch is. Zelfs wanneer het hier weerloze, onschuldige kinderen betreft. Sorry, ik ben zo terug. Tuurlijk. Wil jij even mijn telefoon leggen? Ik pas op je telefoon. Zullen we gaan? Ja, meneer Van Valk. Ik word van Zuiden. Van Zuiden. Dat gaat niet. Kom eens even hier. Nou ja, u kunt natuurlijk een andere keer terugbellen. Anders geef ik de boodschap op. In Rusland staat de winter voor de deur. Dat is een ramp voor dat land. Maar het is nog veel erger voor al die zwerfkinderen daar. Duizenden van die kinderen zullen gewoon omkomen als ze niet door ons geholpen worden. Daarom wordt er een grote inzamelingsactie op touw gezet, die ieder wel levend mens natuurlijk van harte ondersteunt. Maar kennelijk hoor jij daar niet bij. Hij heeft Sjoerd de Valk gebeld. Hij was zeer ontstemd. En terecht. Hoezo terecht? Wat moet die man onderhand wel niet denken van de Ster? Eerst dat gedonde met Kitty, nou jij weer. Wat heb ik misdaan? Wat heb jij in hemelsnaam met die man te zoeken? Was de Valk daar boos over? Hij was ziedend. Maar tegen mij heeft hij gezegd dat hij niets te verbergen had. Hé, tuurlijk heeft hij niks te verbergen. Maar ik wil dat jij onmiddellijk stopt met dat gevroed in zijn privéleven. Wat zeg je? Laat de Valk met rust. Sinds wanneer bepaalt een buitenstaander hier het redactionele beleid? Als jij iets tegen die man hebt, dan probeer dan maar eens een andere keer, maar niet nu. Armand, ik heb gewoon een gerucht gecheckt. Ik wil geen modder tijdens deze actie. Punt. Dat kan geen enkele klant zich permitteren. En zeker de Ster niet. Straks moet er nog voor ons gecollecteerd worden. Begrijp niet waar jij je zo druk over maakt, zolang er nog geen letter op papier staat.
Defensie. Ze hebben Hein Schipper gevonden. Ja? Wacht even. De Valk? Ja. Van de actie. Of ik die gekend heb. Uit uw diensttijd? Die gozer kon in dat tijd al van alles versieren. En lachen dat je met die man kon, aan één stuk door. Het was in Batavia? Baviania. Ja, dat zei hij altijd. Het was met een eentje. Hij was sergeant Fourier en u was corporaal, is het niet? Je kan beter lachen dan janken, zeg ik altijd. Ja. Dan schrijf je er onderdoor. Ja. Zeg, ben jij een pilsje? Ja, graag. Mag die zo? Prima. En jij, meester? Nee, dank u wel. Lucidien. Ik ben ermee gestopt. Moet iedereen van zich weten. Kom, ga zitten, meid. Ja. Zo, vertel eens. Wat willen jullie weten? Ja. Kunt u zich herinneren dat u wel eens vrachtjes heeft weggebracht naar kampongs buiten Batavia? Je had het vaak van die akkefietjes, hè? Wat voor soort akkefietjes? Nou, dat is hier naartoe, dat is daar naartoe. Er viel altijd wel wat te ritsen. Ja, maar ik bedoel die keer dat u samen met de Valk in een jeep reed en daarachter reed een drietonner. Die werd bestuurd door Karel Bruinsma. Zegt u dat ook? Was augustus 48. Harkema, zei je bedoelen? Ja, die noemden we zo. Die man was zo stijf als een hark. Die heb ik dan nog nooit van mijn leven zien lachen. Harkema. Geen echt feestnummer. Dus u heeft wel eens samen met hem en de Valk een vrachtje weggebracht? Het ging van Batavia via Sukabumi naar Bandung. Op een gegeven moment stapte er een Indonesiër in de jeep en toen bent u... Wacht, is dat van die plopper? Dat herinner ik me. Ja, op een gegeven moment stapte er een vent in de jeep en die rijdt ons in het hartstikke donker naar kampong. En in de poep en de scheet was die wagen leeg. Waar was die lading dan? Zeg, moet jij naar een piltje? Nee, dank u wel. En waar moest het dan zo geheimzinnig? Geheimzinnig? Wie praat er over geheimzinnig? Nou ja, dan vaak van dat soort akkefietjes. Nou, het is dat jullie begonnen over die plopper aan de kant van de weg. Hoezo? Nou, dat is later nog een aardige hoge piet geworden, hoor. Nou ja, wat dan? Ik zag hem laatst in de foto in de krant bij een of andere herdenking of zo. Weet u zijn naam? Mats Leijnen dood. Het ging om waar? Voor de nationalisten. Het leven van de zwerfkinderen in Rusland is keihard. Geen vader, geen moeder, geen kleren, geen eten. En straks komt de harde Russische winter. Elke dag weer moeten ze bedelen om wat geld of iets te eten. Slechts voor enkele is er plaats in het eerste opvanghuis in Moskou. Er zijn geen bed en wat te eten. Hun vrienden buiten niet. Laat ze niet aan hun lot over. Maar geef. Zaterdagavond op dit net. Nationale inzamelingsactie. We willen minstens 20 miljoen. U geeft toch ook om hen. Goedenavond. Moeten we haar mannen toch maar zijn zin geven? De Valk deugt niet. Maar zo komen we toch geen stap verder. We hebben geen enkel bewijs. Kunnen we die de Valk niet uit zijn tent lokken ergens mee? Mag je zeggen hoe? Ik kan me niet schelen. Ik heb hier een apparaatje. Daarmee kun je tot op 5 kilometer horen wat iemand zegt. Deze onderwerpen in hier en nu. Telefoon! Hij komt eraan. Okay. Ja, meer Eindschipper ken ik niet. Dank je. Ja, hallo, Schipper hier. Met de Fourier. Met wie? De Fourier uit Baviania, je weet wel. Oh, Baviania, ja. Luister, kom. Karel Harkema is in het pletsen geslagen. Wat toen?
Straks verlinkt hij ons en dan hangen we allemaal. Ja, en wat wij nou doen? Wat we altijd met verraders deden. Met een manjonkie schoonheid. Komt eraan. Meneer Kuiper, bezoek. Of ik bij meneer Rozenburg wil komen. Meneer Kuiper, of u even naar meneer Rozenburg wil komen? Nou. Ja, niet zo goed. Ja? Hi, Tom. Hey, Dennis. Hey. Oh, hey. Dat van die doos. Is het niet door. De valk is opgelicht, dat weten wij. Maar we kunnen niet publiceren zonder bewijs. Ja, maar ik... Nee, maar het is uw woord tegen het zijne. Niemand die u gelooft. Koffie. Chantal, ja. 3 koffie. Tenzij we de zaak wel aan het helpen. Tegen ons zal hij niets zeggen. Tegen u wel. Ik heb hier een apparaatje. Daarmee kun je tot op 5 kilometer horen wat iemand zegt. Dat is een heel scherp zendertje. Past zo in je zak. U brengt een bezoekje aan de Valk. En doet hem de groeten uit Sidjahadja. Kijk of hij nog steeds van niks weet. Wij nemen het hele gesprek op. Is niks aan. Ja, maar waarom niet? Omdat ik dat absoluut niet kan. Zodra ik deze schoft zie, vlieg ik hem aan. Ik weet het zeker. Maar je hebt toch medicijnen? Misschien sla ik hem wel dood. Nee, ik kan het echt niet. Dat is het enige wat we kunnen doen. En als u iets extra kalmeren te nemen, zou het dan nog niet lukken? Hoe graag ik het ook zou willen. We kunnen u dus echt niet overhalen. Ik wil alles doen om die schoft zijn verdiende loon te geven, maar dit kan ik niet. Ik ga niet langer aandringen, ik heb nog een afspraak. Meneer Bruinsma, het spijt me dat we niet verder gekomen zijn. Maar we houden hem in de gaten, dat beloof ik. Tot morgen. Thank you.
Berend van Zuilen. Ja? U wilt het wel doen? Dat is fantastisch, meneer Bruinsma. Ja. Dan komen we u morgen ook al meteen ophalen. Dat is goed? Wat rusten. En alvast bedankt. U vraagt hem gewoon naar die 15 augustus in Sint-Jaartje. Dat u gezien heeft dat die geld aan het tellen was? Verder niks. Het gaat erom wat hij zegt. Maak u geen zorgen. Zou het om 10 uur zijn? Mogen we opschieten? Of die opgeladen alleen nu al 5 minuten? Goed. Dan ga ik maar. Succes. Waarom dan uw lippen? Ja, dat gezicht, dat ken ik nog wel. Maar de naam... Ze noemden me allemaal Hartema. Ach, ja, natuurlijk. Karel Hartema. Ga zitten. Iets drinken? Nee. En waarover moest je mij zo nodig spreken? Op een dag, 15 augustus 1948... heb ik met u een ritje gedaan naar een kampong in de richting van Bandung. Waarschijnlijk Sijahadja. Ik heb zoveel ritjes gedaan. Daarvoor waren we tenslotte AAT. Op een gegeven moment moesten wij stoppen voor een plopper... die aan de kant van de weg stond te wachten. Die man stapte bij u in de jeep... en bracht ons naar een kampong midden in de boesboes. In die kampong werd mijn wagen gelost. Het waren vuurwapens. Vooral 2-inch mortier. En heel veel munitie. Later zag ik u het geld tellen dat u voor dit vrachtje gekregen had. Ik dacht dat wij over dit soort dingen nooit zouden praten. U hebt nog veel meer van dit soort vrachtjes afgeleverd. Ik had jou er niet bij moeten betrekken. Maar toen had je toch geen enkel bezwaar tegen wat extra's bovenop je soldij. Maar u bent er stinkend rijk van geworden. Stelen en bedriegen. En dat heeft vrienden van mij... En wat wil je nou? Geld? Wil je dat? Ik wil helemaal geen geld. Ik laat mij niet door jou in een nest te werken. Smerige onderkruiper die je bent. Hoeveel? Ik wil niks. 1%, 2% van de actie. Zeg op! Ik wil alleen de waarheid. De waarheid is dat jij een geniepige klokzak bent. Oh ja? Ja. Souveniertje uit Nederlands-Indië. Is dat niet je graf? Jij wilt mij ruïneren! Het lijkt me beter dat dit verdwijnt. Je hebt jaren in de nesten gewerkt. En hier ga je enorme last mee krijgen. Stomme klootzak die je bent. Dit is moreel en journalistiek volkomen onaanvaardbaar. Maar we hebben echt... Maak het nou niet erger door met excuses te komen. Er is geen excuus, geen enkel.
Ik heb 24 uur uitstel bedongen voordat de valk naar de rechter stapt. Hm. Maar die 24 uur lossen natuurlijk niks op. Die man is een eerste klas oplichter. Niets rechtvaardigt het gebruik van zulke verwerpelijke methodes. Ging je maar naar de rechter? Jullie hebben allebei een goede naam en het voortbestaan van de ster in groot gevaar gebracht. Zou van repliek dienen? Ik vrees dat dat niet meer nodig is. Jullie beiden zijn hierbij op staande voet ontslagen. Nou, gaan we doen? Ons bezatten? Ga je gang, ik ga je niet tegen. Ja, nou, precies. Ja, maar dat is natuurlijk wel een uitgekomen. Daar kun je wel vanuit gaan, denk ik. Ja. Een spaatje, Chantal. Ik had het nog zo gezegd, blijf weg van die van zo. Geen bloemen, geen toespraken. Verwaand en oereigenwijs. Denkt geloof dat hij onze lieve heer is, nee? Die zal hem nog missen. Nou, dat denk ik niet. Oh, nee? Wie schrijft toch straks je cover stories? Jij? Oh, misschien is hij even ontgaan, maar ik ben ook ontslagen. Ja, is een beetje impulsief van je grootvader. Luister, morgen of overmorgen doe ik een goed woordje voor je. Moet jij eens opletten. Wat voor goed woordje? Nou, dat die Van Zuilen jou erin gepraat heeft en dat we jou nog... Ik blijf liever ontslagen. Hé, hey, dat was mijn verhaal, is het niet? Je was er niet. Waarom heb je niks gezegd? Ja, wat moet ik zeggen als je er niet bent? Een mooie manier van doen. Anders was jij misschien wel ontslagen. Had mij niet uitgemaakt. Mij ook niet. Hé, hey, Chantal. Hij maar niet. Geef mij maar een cognac. Doe maar een dubbele. Want hij. Hé. Hey. Hm. Komt wel weer goed. Hm. Ook als het bekend wordt. Hoezo? Nou, een kwaliteitsblad dat afluistert, dat wordt een rel eerste klas. Ah, kom op, zeg. En dat kon wel eens het einde van de ster betekenen. Optimist. Wat doe je nou? 1%, 2%? Ik wil alleen de waarheid. Ik had nog een vraagje. Wat dan? De naam van die Indonesiër die bij de valk in de jeep stapt. Slime dood. Nee, u had hem gezien bij een herdenking. Waar was dat? Weet ik niet meer. Ik moet het weten, wanneer was dat? In cijfers dwarrelend als as omlaag reizen kolommen van orakeltaal. Het wordt stil. Het wordt warmer in de zaal. Steeds zilter waait dun ratelend metaal. De schrijfmachine mijmert gekke praat. Lees maar, er staat niet wat er staat. Er staat, o moeder, nooit zult gij de bontjas... O moeder, nooit zult gij de bontjas dragen... waarvoor elk dubbeltje werd omgedraaid. Sorry, opa. Ik weet dat het je Britse avond is... en dat je nooit gestoord mag worden door je niemand. Je hebt gedronken. Maar ik moet je spreken, nu. Ik heb alles gezegd wat ik te zeggen had. Doe nou, alsjeblieft maar. Slaap eerst je roes maar uit. Maar ik wil alleen maar zeggen... Ik wil alleen maar zeggen dat... Het privéleven van andere mensen moet ons heilig zijn. Dat weet ik ook heus wel. En weet je ook wat er gebeurt? Als bekend wordt wat jullie hebben uitgesproken. Ach, dat was stom. De Ster was nooit het beste blad van Nederland. Wel het eerlijkste. Was. Ik kan dat ontslag niet ongedaan maken. Vooral het jouwe niet. Nee, dat snap ik, dat snap ik. Maar dat van Berend. Het was mijn schuld. Ga dan maar gauw naar huis, kindje. Ja. Nee? Kom. Het is mijn tijd. Ik heb A-water niet eens uit kunnen lezen. Ik moet echt weg. Ik begrijp het.
Mevrouw. Ja? Ik had om 10:30 een afspraak met meneer Sojono. Ik zal je nog een keer voorbellen, meneer. Luister, meneer De Valk. Ik heb 2 van mijn beste verslaggevers moeten ontslaan. Ik hoop dat u beseft wat dat voor de ster betekent. Een verborgen zender. Ze zijn helaas de realiteit wat uit het oog verloren. Je reinste provocatie. Ik heb u al diverse malen gezegd dat het ons spijt. Niemand betreurt het meer dan ik. Wat koop ik voor die spijt? Wellicht kunnen we tot een schikking komen. Het lijkt me in ons beide belang dat we de zaak buiten de publiciteit houden. Ik heb mijn advocaat al opdracht gegeven om een proces aanhangig te maken. Kom maar. Oh, ja, net. Want die is een beetje raar, wat ik maar. Ah, ik ga zien. Ja. Ini yang kemarin punya. Mari. Meneer Sojono. Wereld van Zaden, een ster. Oh. Van Zeilen heet. Ja. Ik had een vraag. Kent u een zeker meneer De Valk? Sjoerd De Valk? Jazeker ken ik die. Van vroeger? Ja. Ja, die heeft ons toen heel goed geholpen. Ja. Bent u bereid om met mij daar even over te praten? 2 minuten. Ja, waarom niet, hè? Mari. Hé, kopie doen, hè? Kalo telefoon, jij dan goed zijn, natuurlijk. Er is dus geen enkel vergelijk mogelijk? Wellicht op 1 voorwaarde. Dat de ster mij garandeert nooit meer iets over mijn privéleven te publiceren. Meneer De Valk, er is telefoon. Ik had toch gezegd dat ik niet gestoord wil worden? Ene meneer Van Zuilen. Zal ik hem nemen? Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Eerst het goede nieuws dan maar. Het ontslag van Marlies Moerman is omgezet in een schorsing van 24 uur. En het slechte nieuws? Het ontslag van Van Zuilen is ook omgezet in een schorsing van 24 uur. Daar zijn we weer. Met een pracht van een cover story. De man van 20 miljoen blijkt een crimineel. Geen sprake van. Waarom niet? Omdat we al een goede cover story hebben. Over Rita Hayworth. Als sterren van toen, dat is actueel. Wordt grif gelezen. Een verhaal over De Valk niet? Hoe denk je dat de mensen zullen reageren als we uitgerekend op dit moment met zo'n verhaal aankomen zetten? Nou, dat is dan de schuld van De Valk en niet van de ster. Ga jij dat maar eens uitleggen aan die Russische kinderen. Armand, zo'n verhaal kun je toch niet achterhouden? Dat kan volgende week toch ook als die actie voorbij is? En De Valk de helft in zijn eigen zak gestoken heeft. Is dat zo? Ja. Hij probeerde iemand om te kopen met een percentage van de opbrengst, ja. Nou, dat hij hem eerst een granaatcadeau had gedaan. Zulke dingen horen onze lezers te weten. Dat kan wel zijn, maar ik ga geen actie voor hongerende Russische kinderen de grond inboren. Daar wens ik niet verantwoordelijk voor te zijn. Onze verantwoordelijkheid betreft alleen het nieuws, niet de gevolgen daarvan. Mijn verantwoordelijkheid is het om de ster op de been te houden. En daarom ben ik tegen kamikaze-journalistiek. Onze plicht is het onze lezers te informeren, ongeacht de consequenties. Nou, ga je gang dan maar. Maar zeg later niet dat ik niet gewaarschuwd heb. De actie Geef om hem heeft bijna 11 miljoen gulden opgebracht. Na aanleiding van onthullingen in de Ster zijn justitie en defensie een onderzoek begonnen naar het verleden van De Valk. Er is voorlopig beslag gelegd op het landhuis van de voormalige sergeant. Hein Schipper is aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot moord met voorbedachte raden. Geen letter over mijn stukje. Ja, zo gaan die dingen.
Ontvangt dan dit boek met onze 350 gebieden, ons kwartaalmagazine en, als u nu belt, deze gids om de natuur beter te leren kennen. Help ons de natuur te beschermen. En bel nu 0800 1314. Ook 8 dagen all-inclusive Turkije voor de laagste prijs. Kijk op dereizen.nl. We willen een grotere badkamer. Ja. Dat kan via postkrediet. 1. U vertelt ons wat u wilt lenen. 2. U krijgt een voorstel met een lage rente. En 3. U kiest voor een voordelige lening via postkrediet. Kies ook voor een lening via postkrediet. Bijvoorbeeld voor een badkamer of verbouwing. En profiteer van een superlage rente. Bel nu 0900 0989 of kijk op www.postkrediet.nl. Vraag naar de voorwaarden.